dan Stasia Mulder, Kom uit Veenam. Trainers zijn Edwin van der Hoeven, Erik Brummer, Ruud Baert en Stefan van Stroet. En nog bij de tennisschool in Groningen heb ik nog Frans Wouters. Oké, nou helemaal leuk. Hey, jouw naam Anastasia. Ja. Hele mooie naam, waar komt die vandaan? Ik ben in Rusland geboren, dus dan, die naam komt eigenlijk uit Rusland. Ah, oké, je moeder is Russische. Ja. Ja, goed. En heb je nog een groot voorbeeld? Je hebt dat Russische bloed, heb je heel veel namen natuurlijk uit Rusland. Sharapova, ja. Kirilenko, je komt allemaal uit Rusland. Ja. Heb je nog een voorbeeld uit Rusland die jij helemaal leuk vindt? Maria Kirilenko, vind ik heel goed. Kirilenko. Ik vind haar techniek heel mooi. Dus. En spiegel je jezelf daar ook aan? Ik probeer hem na te doen. Je probeert hem na te doen. Ja. Heb je nog een andere topspeler, een mannelijke topspeler die je helemaal leuk vindt? Nou, ik vind Federer tennis ook heel makkelijk. Dat vind ik heel mooi om naar te kijken. Wat vind je de mooiste slag van hem? Ja, de service is heel makkelijk. Ah, ja. En Nadal die geeft ze ook een kracht. En, ja, dat is heel sterk. Hey, je hebt net de finale gespeeld. Ja. De Nike Junior Tour de Heerlijk Vieres Malen. Wat vond je ervan? Ik vond het leuk. Ja, leuk tegenstander. Is er eindelijk een keertje gespeeld. Kon al twee keer tegen haar spelen, maar is er niet van gekomen. Okay. Lijkt naar Miami. En wat had je ervan verwacht van tevoren? Nou, dat het moeilijk wordt, sowieso. Maar dat ik wel kan. En dat het wel een leuke wedstrijd wordt. En had je van tevoren nog een bepaalde tactiek? Ja, gewoon lekker spelen. Gewoon lekker spelen. Ja. Goeie tactiek. Hè? En had je nog een beetje op gras getraind van tevoren? Nee, alleen hier gewoon. Hoe heb je je verder voorbereid? Ik heb gewoon voorbereid gewoon lekker spelen. Veel trainen. Ja, gewoon leuk om in Rusmaal te spelen. Ik speel lopen hier gewoon langs. Heel jammer. Is de grootste speler die je hebt gezien hier op Rusmaal? Die was hier aan het inlopen vlak achter, hè? Ja. Wat is jouw favoriete slag? Ik vind mijn voorhand elke keer leuk en service, dat hoort steeds leuker. Wat is je hardste service die je ooit geslagen hebt? Nou, 110. 110. Wat is je doel? Wat wil je uiteindelijk een keer halen? Gewoon de top zo hard sferen. Zo hard sferen. Dat is goed. Hey, jij hebt de langste wedstrijd van de Nike Junior Tour op je naam staan. Vertel eens zelf, hoe lang was die? 4 uur 16 minuten. Tegen wie was dat? SV Middel. Hoe was die partij? Nou, er was heel veel wind, dus wij speelden zonder risico. Allemaal gewoon diep en rechtdoor en niet echt scoren. Daarom duurde het ook zo lang. Had je wel eens eerder zo'n lange wedstrijd gespeeld? Nee. Was je moe na afloop? Ja, dat is wel mooi. Helemaal goed. Nou, Anastasia, dankjewel voor je interview. We gaan zo nog even met een paar quotes gaan we eindigen. In ieder geval gefeliciteerd met je tweede plek bij de Nike Junior Tour. Hele prestatie. En zien we jou volgend jaar weer terug? Ja. Hartstikke goed. We eindigen nog even met een paar quotes. Moet je zo snel mogelijk antwoord op geven. Nadal of Federer? Nadal. Venus of Serena? Serena. Voorhand of backhand? Voren. Dubbel of enkelspel? Enkel. Gras of greffel? Gras. Wie wordt de winnaar bij de Nieuws even open bij de dames? 1-1. En bij de mannen? Ik ken ze helemaal niet. Nee. Wordt Nederland wereldkampioen? Misschien. Gaan ze vandaag winnen tegen Japan? Ja. Hoeveel wordt het? 1-0. Pizza of pannenkoek? Pannenkoek. Blauw of roze? Blauw. Broekje, shirtje of rokje? Een rokje. Doe je volgend jaar weer mee? Ja. Hartstikke goed. Dankjewel Anastasia. We zien je volgend jaar weer terug. Ja. Ja maar.